Nou, ik ben een van de vijfde klassers die heeft meegeholpen aan het project. Ik ben eerst met Jamie en Amy naar een basisschool gegaan om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. En daarna ben ik met een ander meisje naar een andere basisschool gegaan, naar groep 8. En ik heb met die klas de proefjes gedaan. En het was zeer geslaagd. Ze waren heel enthousiast en het was allemaal heel leuk. En op de Elisabeth Paulusschool, hier in Spaarne-Marsstraat, was er ook een jongetje die was al geïnteresseerd in het vierde gymnasium. Dus dat was heel leuk natuurlijk. En hij was ook helemaal in zijn element, want hij deed ook al proefjes thuis. Maar hij had het nog nooit op school gedaan, dus hij was super enthousiast. En hij wist ook al echt heel veel voor een achtste groeper. Dus dat was heel leuk. Hij wist al veel over... Ja, ik herinner me nog dat zeg maar dat afstoten van vet en ja. Tegen ze was, komt dat door de waterstofbrug? Want ik kreeg zo dat van, misschien. Ja. Om het project in stand te houden ga ik volgend jaar met Mercedes en Estefan op zoek naar vijfde klassers van volgend jaar. Die dat ook leuk vinden om te doen wat wij dit jaar hebben gedaan. En dan gaan we ze instrueren en vertellen wat ze moeten doen. En hopelijk kan het zo elk jaar worden doorgegeven, zodat dit project blijft bestaan.